Yo, daar is hij, daar is hij, daar is hij. Zie die Starly daar? Ja, shiny hype. Yo, Nintendo fans. Ik ga niet te lang praten. Dit is hoe je het makkelijkst shiny Pokémon krijgt in Pokémon Legend Arceus. Dus doe het duimpje omhoog en vergeet sowieso niet te abonneren voor meer handige tips. Shiny Pokémon vang je het makkelijkste via een mass outbreak. Als je namelijk het kamp uitloopt, dan krijg je wel eens die melding. Dan zegt Raz tegen jou, I'm hearing reports of one of those mass outbreaks out there. Stay safe, kid. En een mass outbreak is eigenlijk gewoon een plek waar heel veel van dezelfde Pokémon spawnen. Er zijn altijd 4 tegelijk, maar de spannen de meestal in totaal een stuk of 16, 17. Dus dit is de plek waar je naartoe wilt. Beachside Camp in dit geval. En het allereerste wat je wilt doen als je in het camp bent aanbeland is 7 in de camp waar je bent aangekomen. Bam. Hoppakee. Wat je hiermee doet is namelijk de spawns voor deze ronde vastleggen en je legt gelijk vast dat die mass outbreak er nog is. En dat doe je vooral voor als je nu dus geen shiny vindt. Maar daar kom ik zo op terug. Oh, en de vraag van vandaag is natuurlijk, welke shiny heb jij zelf al gevonden? Vervolgens ga je op de map kijken waar die outbreak dan precies is. Je ziet hier het kopje van Starly. Ja, daar is die, de mass outbreak van Starly. Zet je even een cursortje zodat je weet waar je naartoe moet. En dan stap je gewoon op je Stantler of op je andere Pokémon, welke jij het chills vindt. En dan ga je gewoon... Ga je gewoon lekker daar naartoe keihard racen. De rest negeer je eventjes. Alhoewel, ik moet wel zeggen dat ik dit eigenlijk nooit kan negeren. Maar goed. Heeft allemaal niet zoveel zin als we nu geen shiny vinden. Maar als we nu geen shiny vinden, dan resetten we strakjes de game. En dan is eigenlijk alles wat er tot nu toe is gebeurd weg. Dus nogmaals, wil je dit gaan doen, zet altijd die autosave uit. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, jongens. Ik kan jullie niet vaak genoeg waarschuwen. Want het is best wel vaak gebeurd dat iemand dat vergeten was. En toen ging dit eigenlijk helemaal fout. Kijk, 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 we zijn er, we zijn er. Kijk, daar zijn allemaal Starlys. Nou, Starlys die rennen altijd snel weg. Dus je wil eigenlijk wel dat je een goed stukje gras hebt. Of je moet je smokebombs even meenemen, zodat je smokebombs kan gebruiken. En dan ga je eigenlijk gewoon Starlys vangen. Hoppakee, je gooit die balletjes gewoon erbovenop. Bam. Eigenlijk wil je er minimaal 5 vangen. Want bij de eerste 9 spawns is de grootste kans dat je een shiny gaat vinden. Je ziet dat ze spannen echt achter elkaar. Ik gooi nog even een balletje mis. Die gaat waarschijnlijk vluchten. Ja, dat denk ik wel. Die gooi ik ook mis. Die gaat waarschijnlijk ook vluchten. Dat maakt allemaal niet zo gek veel uit. Ik heb hier nog wat Great Balls die we misschien kunnen gooien. Zo. Hoppa. Daar is er nog eentje. Ja, die hebben we denk ik ook te pakken. Maar zoals je ziet, de spawns zijn bijna op. En we hebben geen shiny weten te vangen. Dat maakt helemaal niks uit, want we hebben de game gesaved. Dus we kunnen nu gewoon rustig de game gaan afsluiten. Ja, we hoeven het niet op te slaan. We moeten het juist niet opslaan, want als je het nu opslaat, dan spannen er nog maar 2 Starlys. En dat wil je niet. Game afsluiten. De game opnieuw opstarten. Nou, we spannen dus weer in het kampie. En we hoeven nu niet nog een keer te gaan kijken of er een shiny Starly spawnt. De reden daarvoor is omdat we hier gesaved hebben en er spannen nu exact dezelfde Starlys. Dus er is geen kans dat er alsnog een shiny tussen zit. Wat je nu wilt gaan doen is eigenlijk de spawns resetten. En dat doe je door met deze Professor Leventon te praten en terug te gaan naar het dorp. En dan moeten we nu kijken of de outbreak nog steeds gaande is. Let's go. Ja, er is nog steeds een outbreak gaande. Is dat de Starly outbreak? Het is nog steeds de Starly outbreak, dus we kunnen verder gaan met het hunten op shiny Starly. Soms gebeurt het ook dat je nu opeens een andere outbreak hebt. En soms wil je dat, want misschien is dat wel een toffere Pokémon dan de Pokémon waar je op hunt. Maar soms wil je dat ook niet. Ik kom er straks op terug voor als je spawn van je favoriete Pokémon weg is. Wat je daaraan kan doen. Maar we gaan nu gewoon kijken of we nu wel een shiny Starly vinden. We zijn weer in het gebied. Niet vergeten weer te saven, want nu krijgen we dus weer nieuwe spawns en dat willen we saven. En we willen de kans vergroten dat als het fout gaat, we gewoon weer nog een keer opnieuw kunnen beginnen. En dat doe je dus door in de camp te saven. Oh, gaan we weer op de motor richting de spawn. Kijk, je ziet ook nu, daar spawnt weer zo'n glimmend steentje. Die heb ik de vorige keer kapot gemaakt. Maar ja, ik heb daarna niet meer gesaved. Dus die zijn we gewoon kwijt. En we zijn er weer. We kunnen weer kijken of we weer een shinytje kunnen vinden. Het handige is dus ook dat ik nu al mijn pokeballs weer terug heb. Dus we kunnen gewoon weer verder met die featherballs. Zo, atsiflats. En de grootste kans op een shiny is dus bij de eerste 9. Dus eigenlijk hoef je er maar 5 te vangen. En meestal gaan mensen dan al niet meer door met kijken of er een shiny tussen zit.
Puur voor de snelheid, want we zouden nu eigenlijk dus al de game weer kunnen resetten. Geen shiny, geen shiny, geen shiny. En volgens mij spannen er nu ook geen nieuwe meer, want ik zie er nog maar 3. Ja, oké, geen shiny. Nou, dan gaan we opnieuw het riedeltje herhalen. Dan gaan we dus weer de game afsluiten zonder te saven. En dan gaan we weer terug naar de village. Kijken of je outbreak er nog steeds is. En die is er nog. Maar zoals je ziet is er nu ook een Scyther outbreak. Dus je zou nu ook kunnen kiezen om over te gaan op de Scyther outbreak. Maar stel, Starly was nu weg en er was alleen een Scyther outbreak. En ik wilde toch echt die Starly vinden. Wat moet je dan doen? Heel simpel. Dan sluit je gewoon opnieuw de game af. Je hebt geen zin. Oh, mijn favoriete Pokémon, onze spawn is weg. Nou, dan ga je het gewoon nog een keer opnieuw proberen. Je start gewoon de game nog een keer opnieuw op nadat je hem hebt afgesloten. Gaat weer met de professor praten. Weer terug naar de village. En dan ga je kijken of die spawn nu weer terug is. Je ziet het. Scyther is nu dus weer weg. En dat komt omdat ik mijn game weer gerestart heb en het opnieuw geprobeerd heb. Nou, Starly die blijft gelukkig nog. Dus we kunnen gewoon lekker door naar Starly. Yo, daar is hij, daar is hij, daar is hij. Zie die Starly daar? Ja! Shiny hype. Ik ga even zo'n wingbal of weet ik veel, zo'n vliegende bal erop gooien. Driftloontje is weer vervelend aan het doen. En we hebben hem in één keer level 13 Starly. Je zag gelijk ook weer wat nieuwe spawns. We kunnen gelijk kijken of we bijvoorbeeld nog een Starly kunnen vangen. Want voor elke Starly die wij nu vangen, spawnt er weer een nieuwe. Maar die kans is heel klein. De shiny is gevangen, dus gaan we gelijk weer saven. Let's go. Dus nogmaals, hier de samenvatting hoe je zo'n shiny Pokémon vindt. Je loopt je dorp uit en je gaat af op een mass outbreak. In dit geval dus Starly. Zodra je hier in het kamp bent beland, druk je op save. Let erop dat je autosave altijd uitstaat als je wilt gaan shiny hunten. Selecteer de plek op je map waar de outbreak is. Rijd er naartoe alsof je opgejaagd wordt door een dikke Basque Legion. Vind de outbreak. Vang alle Pokémon die je daar ziet. Althans, alle Pokémon van de spawn die je inderdaad daar zoekt. In dit geval de Starlies. En kan je vervolgens geen shiny vinden, net zoals in deze beurt, dan herhaal je alle stappen hiervoor. En zie je wel een shiny, save dan je game opnieuw, want als het fout gaat, kan je gewoon die shiny nog een keer proberen te pakken als je de game opnieuw opstart. En als je die shiny hebt, ga je terug naar je kampie, praat je met deze meneer, zeg je dat je je Pokémon wil zien, en hoppakee, hier staat hij gelijk met een ander kleurtje, en naast zijn level zie je ook de sterretjes dat het inderdaad een shiny is. Eén handig dingetje, soms zie je niet zo goed dat een Pokémon shiny is, maar je ziet natuurlijk als die spant een aantal sterretjes eraf komen. En hij maakt een apart geluidje. En dat klinkt zo. Hoorde je dat? Dat... Luister maar nog een keer. Dat geluidje hoor je als er een shiny komt. Nou, dit was een hele korte uitleg hoe je makkelijk shinies vindt in Pokémon Legend Arceus. Laat even weten welke shiny jij al hebt gevonden. En of deze shiny in mijn team moet natuurlijk. Doe een duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren en knal dat belletje aan. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Oh ja, disclaimer. Ik heb even een andere pet opgedaan. En als je goed hebt opgelet zie je dat de save tijden een beetje door elkaar lopen. Ik kwam de shiny namelijk gewoon al bij mijn eerste try tegen. Maar om even een goede tutorial te maken wilde ik het zo op deze manier voor jullie uitleggen. Leggen. Mazzel!